Oh, dokey, Daily Challenge Tijd. Dat is een parkeergarage. Denemarken? Denemarken of Noorwegen? En mijn eerste gedachte toen ik het zag was van oh, dit is Nederland. Dus Denemarken is dan ook echt wel de, de logische keuze, zeg maar. Ja, dit moet Denemarken wel zijn. ik zeg, het ziet er echt net uit. Het ziet er echt gewoon net uit als Nederland op sommige punten. En ik weet gewoon als het. Als het uh, niet uh, Nederland is, en zie, ik volgens mij zie ik hier.tk staan. Eh, Frederiksberg. Zie ik dat Frederiksberg staan? Uh, dat is Frederikshaven. Kom alsnog. We nou, even onthouden dat dat stond. Zou ik zeggen. Ik heb te, te veel tijd verloren door het nadenken over Frederikshaven, Frederiks. Uh, wat was het? Stad? Center? Ik probeer even te kijken of ik op de achterkant van de vracht. Nee, niks, helaas. Ehm. Um... Ja. Ja, 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 ja. Het is een lange weg. Het is ook een groot stad. Dus wat dat betreft zou ik. Het zou me niks verbazen hoor. Dat hier een, een stadsnaam op zou staan. Nog niks. Nog niks. Wat ik zeg, het is gewoon ook een grote stad. Dus wat, het, is, het is niet dat ik denk dat dit een klein stadje is. Ik begin ook echt te denken dat. Ja, nee. Nee, meer, meer, Nee. 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 Oké. Okay. Dit gaat een uitdaging. Wel, oh. Ik dacht dat hier een luchtballon hing. Ik denk van, what the fuck. Oké. Okay. Nou, dit. Je zou in eerste instantie daar zeggen: van, dit is Mongolië. Toch? Gezien al de rest en zo zou je in eerste instantie zeggen dat dit Mongolië is. Dus Kazachstan. Um. Het probleem is met name. Dat. de vorige keer dat ik op een. Uh, losse locatie. dit soort huizen zag. was het Kyrgyzstan, moet ik zeggen. Kyrgyzstan ligt ergens anders. En dat is het enige waar ik een beetje. zoiets van heb van. Hmm... Is er een mogelijkheid dat het dat is? Het is ook niet dat ik echt heel veel andere dingen kan, zeg maar. Handig. Ja, je zou wat ik zeg alles. Als, als het hier... Zo, Kyrgyzstan is. Ja, Kyrgyzstan. Het zei zo. Alles wat ik hier heb wijst op het feit dat dit Mongolië is. Weet je, dat, dat is. Maar goed, dat had ik dus de vorige keer ook al. Ja, en. Het enige wat ik weet is, als dit Mongolië is, dan is het onder Ulaanbaatar. Het, het is gewoon. Ik bedoel, het is een mooie locatie. Het is ook gewoon een goede locatie. Je hebt genoeg. En het kan makkelijk zijn dat je aan de soort. Uh, die ding heet volgens mij Yurts. Als ik het goed heb. Kunt zien of dit Mongolië of Kyrgyzstan is. Het zij zo, weet je. Dat, 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 dat kan ik echt niet zien. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar voor verre is, je, je hebt genoeg informatie om te bepalen van, oh, je zit hier of je zit daar. Nou, ik vind dat dat uh, een goede keuze is geweest van mij. En normaal is dat andere mensen dit precies weten, dan is dat niet zo heel raar. Als jij dit meerdere malen speelt en misschien uh, ook Mongolië-dingen gehad hebt, dan kun je dit gewoon uitvinden, want dan is dat gewoon een bekende locatie, zeg maar. Oké, okay, um, ik hoop dat hier ergens een URL gaat staan. We weten dat het in ieder geval geen uh, dingen is, geen, uh, zeg het eens. Geen Colombia. Wat kan het dan nog zijn? Peru, Bolivia, Ecuador. Daarom zou ik heel graag een URL zien, eigenlijk. Peru. Ik zet hem even in Lima, omdat dit een vrij grote stad lijkt. Wat ik zeg lijkt, hè? Uh... Oké, okay, dat, dat dat zegt niet heel veel. Nou, wat ik zeg al die uh... nog een keer de bevestiging dat Peru is. Al die. Ook net zoals die billboards en zo. Dat doet men denken dat dit echt wel een groot stad is. En. en, en... Oké. Okay. Daar. Dit hebben we nog meerdere malen voorbij zien komen: Piura. Dan kan het volgens mij alleen maar Piura zijn. Denk ik. En ik heb gelijk. Yes! Oh, leuk dit. Oké. Okay. Ehm... Um, hmm... Zo is iets... Nee... Gezien de strepen op de weg, zit ik te denken aan Botswana. Maar volgens mij is Botswana zo plat als een pannenkoek. Dus. Daar moeten we ergens anders naar kijken. Ik zit te denken aan Lesotho. Ik zit te denken aan Lesotho. Het zou eventueel ook Zuid-Afrika kunnen zijn. Maar wat ik zeg, volgens mij is, is uh, Botswana zo plat als een pannenkoek, dus ik denk niet dat het Botswana is. Wat ik zeg, de strepen op de weg zeggen mij dat dit Botswana is. Maar ik weet niet of Lesotho ook dit soort strepen heeft. En, en ik, hoeveel locaties wij al in Botswana gehad hebben... Ik heb nog nooit een uh, heuvels of bergen in Botswana gehad. Dus ze zullen het vast wel wat hebben, maar van dit kaliber... Ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik dat al wel een keer gezien zou hebben. Plus wat ik allemaal zo zie, hebben de mensen ook allemaal vrij lange kledij aan, dus truien, broeken, etc. Oh fijn, kijk hoe we dit weer. Truien, broeken, etc. En dat is iets dat we vaker terugzien in Lesotho, dus. Want volgens mij... Een, ja. Wel een rok, maar wel een lange trui. En dan moet het bijna wel Lesotho zijn. Dat, wat ik zeg, het zou eventueel nog Zuid-Afrika kunnen zijn. Maar dan zeg maar het omringende gebied rond Lesotho. Dat zou dan nog wel kunnen, zeg maar. Want dat weet ik dat dat... Ja... Die regio's lijken gewoon heel veel op elkaar, maar dat is logisch, want dat is allebei gebergten. Nou, we zullen zien of ik gelijk had. Ja, ik had gelijk. Woehoe. En de laatste is het lijkt me volgens mij Zuid-Amerika te zijn. Zuid- of Midden-Amerika, moet ik goed zeggen. Um... Argentinië, <laughs> oh boy. Ik weet er niet of dit de naam van de persoon is, of dat dit de naam van de Eventueel als stad of dingen is. Ik ben al wel blij dat ik überhaupt een, een, een naam van een. dat ik überhaupt een URL te pakken gekregen heb. Argentinië is zo groot. Zo groot. Dat ik niet echt een idee heb waar ik dit zou moeten gaan zoeken, zeg maar. Ja, wat ik zeg, ik heb echt. Ondanks dat ik. Uh, de, 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 de Explorer Mode van. Uh, Oké. Okay. De provincie de Boniaseres. Nou, daar ga ik ervan uit. Municipio Los Lam, Lomos de Zamora. Ik ben zo blij dat ik deze kant ben opgegaan. Dan ga ik er vanuit dat dit in ieder geval klopt. Als dit niet klopt, als het een of ander bordje is dat dit geschonken is aan een stadje helemaal in het zuiden, ik ga niet schreeuwen, want ik wil niet dat de burger denkt van wat de fuck. Maar dat zou echt extreem. Dat zou echt raar zijn. Waarom zou dat er anders op staan? Dat zou zo. Oh, godzijdank. Ik was echt even bang dat dat het geval zou gaan zijn. Hè? Oh my god. Ah, maar goed, het is. Wat is dan. Ah, het is die in, uh, in Denemarken geweest. Dat is eigenlijk degene die het verste weg was. De eerste. De rest viel eigenlijk, denk ik, allemaal wel mee. Ja. Yeah. Uh, oh well. uh, ja, dat valt voor verre vrij weinig over te zeggen. Ik heb mazzel gehad in Mongolië, want als dat hier was geweest, dan had ik ook gewoon best wel redelijk punten verloren. Ik denk zelfs niet dat ik het gered had. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik, tot morgen.